Oké, Profilio. Wat is het? Vertel. Oké, nou, Profilio is weer een soort hyaluronzuur, Ja? maar dit is wel een heel interessant hyaluronzuur. Eigenlijk is het zo dus dat je met Profilio sowieso de toediening van is hem echt wel anders. Grote verschil is dat het een middel is die zich heel erg goed verspreidt over de oppervlakte van de huid. Oké. Dus, en je kan hem oppervlakkig inspuiten, zo wordt hij ook gebruikt. Dus we doen het net onder de huid met ja, een heel groot volume doen we dan. En dan in een uur gaat het zich verspreiden over die huid. Dus wat zijn dan de Ja, wat zijn mogelijkheden? de mogelijkheden inderdaad? Nou, je gebruikt het met name voor eigenlijk overal waar die krakelee-achtige aspecten van de huid. Krakelee is echt al die fijne rimpeltjes Ja. die je niet meer echt afzonderlijk Dus kan. niet één per één, maar waar het er gewoon wat meer zitten, zeg maar, wat Daar meer, fijner. ja, Oké. en dan gaat dat huid gaat dat zich verspreiden. Dat trekt vocht aan en het hydrateert heel erg. Dus dat wordt allemaal weer wat strakker getrokken. Oké. Groot punt is ook is als vrouwen wat ouder worden, zijn er die rimpeltjes misschien nog niet eens zo te zien, maar ziet toch ook het een beetje wat doffig uit. Eruit, ja. En dat zijn eigenlijk gewoon dat die huid een beetje wat. Zijn nog geen rimpels, maar die gaan ook een beetje wat krasjes vertonen. En doordat je dat profiel en dat het wat strakker trekt, wordt het ook weer wat glanzender. Ja. En dat ziet er zo gezonder uit. Top. En Ja. ik kan me voorstellen dat mensen het gaan gebruiken. Wat kunnen die dan verwachten van het Precies. Nou product? ja, goed. Je moet dit middel moet je één keer gebruiken, na een maand weer. Dat komt ook weer een beetje collageen wordt er aangemaakt. En daarna moet je het bijhouden. Één keer in het half jaar of één keer in het jaar. Oké. Ik wou nog wel even er wat over zeggen. Het is natuurlijk niet alleen het gezicht, maar het is ook met name ook in de hals, Hals. waarin je echt de grootste. Décolleté ook mogelijk of niet? Décolleté is ook mogelijk, inderdaad. Ja. Oké, top. Profilio is dus ook weer een soort filler, Ja. hè? Die je in kan spuiten en dan nog niet waar echt rimpels zitten, maar meer die kraaklijntjes. Ik zal het zomaar even vertalen. En dan verspreidt het zich onder de huid. Klopt, hè? Precies, ja. Waardoor het weer iets steviger wordt en waardoor je een verfrissend, verjongend effect krijgt. Verfrissend jong effect, maar wel echt voor de ook wat ouder wordende vrouwen is Ja, het heel goed, is hè? het heel handig. Ja, dus het is een. Als dat crèmetje niet meer werkt, is Dan dit kan wel. je die gebruiken. Precies. Dat is duidelijk. Dank je wel. Alsjeblieft.